We zijn weer een week verder. Het is vandaag de 11e van de 11e, hè? Krijgen we op een gegeven moment voor mijn verjaardag krijgen we een bierpongwedstrijdje. Nou, de bekers staan klaar. Ja, Belgisch bier ook nog gekregen. Kan je nagaan. Het is natuurlijk de 11e van de 11e. Hoort erbij. De bedoeling is dus dat je een balletje gaat gooien, één keer stuiteren en moet in die beker. En dan wordt de tegenstander, als je erin gooit, hem opdrinken. Met andere woorden, als je dan de hele avond raak zou zijn en moet opdrinken, nou dan weet je wel wat er gebeurt, hè. Tot nu toe is het nog steeds 0-0, want er is geen bal ingegaan. Kom op! Ja, ho, daar gaat hij. Kijk, ik zeg er één keer en zie. En nou doordrinken. Ja joh, en dan gaat het krijgen ook joh. Het is gelukkig alleen maar bier, want ik weet nog in mijn tijd, toen ik nog student was, dan was jonge jenever en dan martini en dan bier en dan weer cola en dan weer whisky en zo ging dat toen vroeger, ja. Nou is het alleen maar bier. Tweede ronde, tweede kans. Ik ga nou weer erin gooien. Ja, oh hé. Onderhand gooien, dat is het probleem. Ja, zo kan je het een beetje zien. Gaat niet goed zo, hè? Nee, we hebben nou, blijf oefenen. Nee. Nou, ze hebben me toch weer kunnen overreden om iets te halen, want... Wat, hoe heet dat spul? Stok Prestige, Cranberry. Nou, Cranberry. Nou, daar gaat hij dan, hè. Even proeven. Het is zoet, het is scherp, het is gin, het is geen whisky. Vermoed, martini is het ook niet echt. Volgens mij is het een soort gin, kan dat kloppen? Het is gewoon wodka. Wodka, ja oké, okay, dat zit er aardig in de richting. Het is wel lekker. Is dat wodka? Wodka? Moet je wel in één keer doen, Jan. Dan wordt het ruzie. Dan moet ik het in één keer erachterover gooien. Ja. Ja, hallo! Kijk, voor die daarin net gedaan. Makkies. Kom op, 65 jaar. Nou, vergeet maar dan. Jongens, proost. Oh, dan ben ik door het Russische woord niet meer. Dat is het ook. Gespoeld. Nee, dat is het Russisch kut. Oh, ja, weet ik veel. Hoe? Nazdrovje. Nazdrovje, oh ja. Nazdrovje. Oh ja, oh ja. Dat is Russisch kutje aan. Ja, dat is toch allemaal hetzelfde. Ah, toch wel lekker. Nou jongens, gaat u weer? Balletje. Balletje, balletje. Heb jij de balletje? Hij schoot nou wel. Nou, vooruit, daar gaan we. Ho. Nou. Wow, niet verkeerd. Bijna. Oh, bijna. Maar niet te hard gooien, dus tafel is hard, balletje is tijdens goed. Ja, ik zou nou wel eruit, zo moeilijk. Oké, okay. Nou, hij gaat er gewoon in. Kom op. Bijna. Ah, oh, ik gooi op dit ding. Ja, een handicapbaan, hè. Ja. Er is een veel rots op tafel. Nou, kom op, jongens, het moet beter gaan. Gaat het nou niet in, joh? Oh ja, oh. Dan moet ik even drinken. Maar weer tegen me. Och jij, nou, daar gaat hij dan weer. Ik word lam zat, jongen. Dat was hem. Een Belgisch bier. Wat zit er allemaal in, joh? Leffe zie ik, Jupiler. Wat is dit? Kwak. Kennen jullie dat als die biersoorten? Is dat kwak wat er staat? Kwak, Paul, kwak is er. Nooit van gehoord, Belgisch bier, maar.
Die ook niet. Wat staat daar? Nou, nou, een selectie uit de rijke Belgische biercultuur. Ik heb een keer gezien, maar dat is aan de Stratumseind in Eindhoven. Is er één café. En dan kan je 200 verschillende bieren kopen. 200 verschillende. Café op Stratumseind.